Zes sprekers van vanmiddag op een rij. Ik heb om te beginnen even. Mijn naam is trouwens José van Dijk en ik zal deze discussie voor u leiden vanmiddag. Ik heb ongelooflijk genoten en heel erg veel geleerd vanmiddag van al jullie praatjes op heel verschillende wijze. Ik heb nog 1000 vragen over, die ga ik niet nu stellen. Want nu is het ook de taak of de rol van het publiek om mede wat vragen te formuleren voor de sprekers van vanmiddag. Ik wil ook vooral in de discussie wat verbanden leggen tussen de verschillende praatjes die vanmiddag geweest zijn en de verschillende onderwerpen die men aan de orde heeft gesteld. En ik wil eigenlijk een stuk of 4, 5 vragen stellen en steeds even een paar mensen aan het woord laten voordat de zaal daarop kan reageren. En om te beginnen wil ik eens zien, we zitten hier met ongelooflijk veel mensen in de zaal die uit het hele onderwijs in Nederland komen. Hogescholen zowel als universiteiten. En daar wil ik ook even gebruik van maken. Dit is het forum wat hierin geïnteresseerd is. En ik wil u één belangrijke vraag stellen over de toekomst. Hoe denkt u dat het online onderwijs of de online onderwijsmarkt, wat u hem ook wil noemen, hoe die er over 5 jaar uitziet? Zijn er bijvoorbeeld 5 of 10 grote wereldspelers op die online markt? Zijn dat een soort Facebooks en Twitters van de nieuwe MOOC-markt, zeg maar? Of is er nog 1 publieke instelling bijvoorbeeld? Hoe ziet die markt er over 5 of 10 jaar uit? Ik denk dat we zien nu welke cursussen er volgend jaar plaatsvinden, maar hoe ziet dat plaatje eruit over 5 of 10 jaar? Timo, misschien wil jij daar eerst wat over zeggen. En je hebt vooral naar die markt gekeken. En dan wil ik eigenlijk aan Fred ernaar vragen om daarop te reageren over hoe dat zit met de publieke markt. Ik denk dat je hem even in moet drukken. Okay. Ja. Voordat ik mijn eigen antwoord geef, geef ik even het antwoord van Sebastian Groen. Die zegt over 50 jaar zijn er nog 10 universiteiten wereldwijd. Zelf geloof ik dat niet. Ik denk ook niet dat online onderwijs het campusonderwijs gaat vervangen. Maar het komt er wel bij. En ik denk wel dat in de online wereld er een selecte groep leidende instellingen komt. En dat zijn de groep universiteiten die vroegtijdig snappen hoe het spelletje gespeeld moet worden en daar geld aan gaan verdienen en de talenten naar zich toe gaan trekken, zowel docenten als studenten. En ik denk dat er maar ruimte is voor een beperkt aantal echte kwalitatief hoogwaardige spelers. En zijn dat spelers die bijvoorbeeld een niche gaan monopoliseren? Ik denk aan Twitter heeft de markt voor microblogging, Facebook voor network services. Zal het zo ook gaan? Bijvoorbeeld 1 voor met name technisch onderwijs, technische universiteiten. 1 voor middelbaar onderwijs. 1 grote voor hoger onderwijs, met name de sociale vakken. Hoe denk je dat die eruit ziet, die markt? Welk distributieplatform nu gaat winnen, dat durf ik echt mijn hand niet voor in het vuur te steken. Dat is nee, ik zeg, vraag niet welk, maar hoe ziet de markt eruit? Er zal een beperkte markt zijn. Net zoals je dat nu bij muziekdiensten hebt. Je hebt Spotify, je hebt iTunes. Dus er zullen er 2 of 3 zijn die net iets anders zijn, maar ongeveer hetzelfde leveren. Alleen de producenten van kennis. Ik denk dat het zo duur gaat worden om top materiaal te produceren, dat interactief is, dat met al die learning analytics continu wordt verbeterd, dat er maar weinigen zijn die zulke diepe zakken hebben en er zoveel aan verdienen, dat ze dat kunnen volhouden. Ja. Dus het aantal universiteiten dat hier succesvol in zal zijn, zal niet zo groot zijn als het aantal universiteiten dat we nu hebben. Okay. Sterker nog, een kleine groep. Fred, hoe zit dat bij de aan de publieke kant? Denk je dat de wereld gedomineerd gaat worden door een paar commerciële spelers? Of denk je dat er ruimte is voor een aantal of grote publieke spelers? Het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Maar daar heb je niks aan. Dus je moet een echt antwoord hebben. Ik wil ons even herinneren aan het jaar 2000. In het jaar 2000 hadden wij de verwachting dat Amerika ons met hun online onderwijs zou gaan overvleugelen. Er zou een golf van Amerikaans onderwijs in Nederland komen en de digitale universiteit werd opgericht. Ik was daar zelf onderdeel van, omdat ik toen bij de OU gestart was als rector. Het is helemaal niet gebeurd. Dus ik wil even waarschuwen voor de voorspellingen die we maken met elkaar, komen vaak niet uit. Dan dat gezegd hebbende, verwacht ik eigenlijk dat er zeer veel spelers zullen blijven. Met elk een eigen profiel. Er zal diversiteit in onderwijs blijven. Die hebben we en dat is een groot goed. Ik geloof niet in 1 model of een zeer beperkt aantal modellen. Ik denk dat mensen willen kiezen uit een waaier aan mogelijkheden die er is. En dat geldt voor het hoger onderwijs evenzeer.
Dat is nu zo en ik verwacht dat het zo zal blijven. Uiteraard met meer samenwerkingsverbanden die er zullen ontstaan en met meer dienstverlening misschien die centraal wordt georganiseerd vanuit bepaalde platforms. Maar ik denk, en het voorbeeld van Afrika noem ik niet voor niks, als je het wereldwijd bekijkt, in Afrika is er zelfs heel veel verzet tegen het idee dat wij een nieuw neo-imperialisme als het ware over dat continent gaan storten met onze content. De werkelijkheid is een beetje anders, denk ik. Maar dat geeft aan dat Afrika behoefte heeft aan eigen ontwikkeling. En denk niet dat edX of Coursera of Udacity 1 miljard studenten gaan bereiken. Nee. Het zal niet zo zijn. Ik zag dat Timo daar duidelijk niet mee eens was. Is dat zo? Nou, ik denk wel dat ze heel veel studenten gaan bereiken. Maar ik ben het wel met Fred eens dat er heel veel verschillende soorten onderwijs zullen blijven bestaan. Dus je zult een paar wereldspelers hebben die de hele wereld bedienen. Maar niet alle mensen in de hele wereld. En dat er ook fysieke instellingen blijven die hun eigen materiaal of lokaal materiaal of regionaal materiaal gebruiken. Alleen de absolute top, die wordt klein. Dat is wat mijn punt is. En die echte absolute top in die online wereld, dat wordt heel moeilijk om daar als Nederland bijvoorbeeld, of als de BV Nederland, een rol in te gaan spelen. Ja. En dat zie ik eerder als een bedreiging dan het wegvagen van individuele instellingen. Want de gemiddelde student wil toch graag naar zijn lokale universiteit of hogeschool om daar zijn onderwijs te volgen. Ja. Maar meedoen in die top, daar zichtbaar zijn, dat is wat mij betreft de uitdaging. Daar gaan we zo even over verder. Maar ik kijk eerst even de zaal in of er hierover vragen zijn. Over dat mondiale versus het nationale of regionale. Ja, ik zie daar een vragensteller. Ja, ik wil de vraag trouwens iets verbreden ook nog. Want ik vind dat er de hele tijd over de student gesproken wordt. Als ik al kijk naar de OU, dan heb je daar vaak levenslang leerders bij. En ik dacht dat juist het succes van de MOOCs steeds meer is. En bij een MOOC ook, dat je daarover de levenslang leerder kunt hebben. En dan daarna kun je je gaan afvragen, hoe zit dat met bijvoorbeeld Afrikanisering of niet? Ook voor een Afrikaner is het behoorlijk belangrijk dat de certificaten die hij op een gegeven moment gehaald heeft en de opleiding die hij gehaald heeft ergens meetelt in de wereld, wil hij tenminste een baan krijgen die hem niet alleen beperkt tot Botswana, waar hij vandaan komt. En ik zeg dit omdat ik ook in Afrika gewerkt heb en ook heb gezien de ambitie die ook zij hebben. Dat betekent niet dat zij niet willen dat de ideeën die in Botswana bijvoorbeeld spelen, en in Botswana heb ik niet gewerkt, dat daar niet speciale aandacht voor zou komen. Dat is een ander deel van het verhaal. Maar ik zou graag van het panel ook terug horen van ja, waarom focus jullie op dit ogenblik alleen op de student in plaats van op degene die een certificaat nodig heeft, omdat hij in zijn loopbaan, zijn of haar loopbaan, verder wil. Willem, zou jij daarop in kunnen gaan? Ja, wij hebben het over de student, maar dat is denk ik uit gemak om daarover te praten. Wij zien de student in een breder zin en dat is juist ook de lifelong learner, maar ook onze alumni die bijscholing nodig hebben. En verder is het ook gewoon de groei, wat UNESCO zegt, dat wij in de komende tot 2025 volgens mij 3 universiteiten per week zouden moeten bouwen, omdat er gewoon behoefte is aan meer dan 80 miljoen, volgens mij uit mijn hoofd, en extra studenten die in het hoger onderwijs komen. Dus we kunnen het niet op de traditionele manier blijven doen, zoals wij nu gewend zijn. Dus het is een hele diverse doelgroep en daar moeten we kijken van hoe gaan we die bedienen. En ik ben het, om weer een beetje naar de vraag terug te gaan. Wat ik zie is dat er zullen een paar, er zullen een selecte groep topuniversiteiten wereldwijd komen. En verder een hoop, zullen we zeggen, regionale universiteiten die hun eigen achterland bedienen. En, dat zien de meeste, volgens mij, Nederlandse universiteiten. Er komt 70% komt uit de eigen regio. Die blijven prima bestaan. Wat ik wel zie is dat zij daarin bijvoorbeeld veel meer de content en ook de MOOCs van die topuniversiteiten kunnen gaan gebruiken. Dus in plaats van alles zelf te ontwikkelen of nu commercieel aan te kopen bij een uitgever, kunnen ze gebruik maken van dat topmateriaal. Ja. Even daarop inhakend, Marja, je hebt het ons verteld over Leiden, Den Haag, die met name ook de internationale student wil bereiken. Je had het ook over studenten internationaal recht in Afrika. Hoe zie jij die student van de toekomst? Is dat voor jullie, voor Leiden, een student die zich misschien nu in Afrika bevindt, die eigenlijk overal op de wereld kan zitten en in Nederland toevallig onderwijs, of misschien wel niet toevallig, dat hoop je natuurlijk, onderwijs volgt?
Ik kan ingaan op de uitkomsten van de scenario building sessie die wij gedaan hebben. En wat wij daarbij zagen als toekomst is heel sterk die unbundling. Waarbij het best wel eens zou kunnen zijn dat je als universiteit veel meer een rol kunt claimen in het, je zou kunnen zeggen, in het makelen van waar zijn goede cursussen op het moment dat iemand een bepaald profiel wil bereiken en zegt dit wil ik bereiken, dat jij daarbij begeleiding kunt bieden. Jij weet dat de MOOCs van die instelling goed zijn, het online onderwijs van die instelling. En je biedt diensten om die student op maat daarin te bedienen en te certificeren. Ja. Dat is een beetje de toekomst die wij geschetst hebben. Dus Leiden ziet zichzelf als makelaar van cursussen die in de wereld wordt aangeboden op het gebied van internationaal recht. Waarbij je ook zelf een deel van het aanbod hebt, inderdaad. Maar je gaat echt kijken naar die verschillende soorten functies van een universiteit. En niet alleen maar onderwijs aanbieden, maar misschien juist ook heel sterk persoonlijke trajecten samenstellen. En je zou kunnen zeggen, je weet ook, hè, er komt steeds meer open aanbod. Dan zou jij misschien wel weer degene kunnen zijn die daarin de weg kan wijzen. En certified by Leiden. Ja, maar personalized wordt het, hè, het motto van Leiden. Zijn daarover nog vragen? Ja. Nou, misschien een beetje aansluitend op opmerkingen die gemaakt zijn. Ik ga even staan, omdat ik ben bestuurder van een groot hogeschool, Avans Hogeschool. Ik wil eigenlijk toch een statement afgeven waarin ik denk dat de taak van hogescholen zou kunnen liggen. En die gaat een beetje naar de toekomst. Mijn idee is, op dit moment zijn 420.000 studenten in het hbo ingeschreven. En ik schat dat over 10 jaar nog 3/4 van het onderwijs in Nederland aan die instelling gebonden zal zijn. En in Nederlandstalig zal zijn. Ook sterk gebonden in de regio. Als je denkt aan de welzijnsopleiding, gezondheidszorgopleiding en dergelijke. Techniek zal voor een deel internationaal zijn. Als je daar nou eens over nadenkt, dan denk ik het hbo in Nederland is dermate groot. En dermate grote goede reputatie. Dat ik denk dat we het aan onze stand verplicht zouden moeten zijn om zelf materiaal te gaan delen, te maken en te delen. En dat doen we dus nog helemaal niet. En ik vind het eigenlijk een beetje koddig dat we cursussen, ik heb ze allemaal gezien van Coursera, dat we die importeren in het Nederlandse hbo, die voor een deel niet praktijkgericht zijn, wat juist het kenmerk is van het hbo. Terwijl bij wijze van spreken de uitstekende docenten van de Handelshogeschool van Wienersheim of van mijn hogeschool Avans totaal niet met elkaar kennis delen, materiaal maken. Zelfs in mijn eigen hogeschool, Breda en Den Bosch, moet ik voortdurend drukken dat docenten werktuigbouwkunde of civiele techniek of welzijn met elkaar samenwerken. Als we daar nou eens mee beginnen om op lokaal niveau, hogeschoolniveau, bij spreken een platform te maken waarin docenten hun materiaal delen. Dat we vervolgens bij een aantal instellingen gaan doen, hogeschool en universiteit, en een nationaal platform maken, dan denk ik dat dan de top, en dan kom ik bij wat jij net zei uit, dan komt het eruit dat je dan eclectisch kunt gaan zeggen, er is zo goed materiaal dat we ook in het buitenland kunnen gaan exporteren. Ja. Maar ik zou af willen van een soort geslaafs liggen aan de lijn van MOOCs die van welke universiteit dan ook gemaakt zijn, terwijl het hbo gewoon een fantastische reputatie heeft. En een beroepsgericht hbo, wat met Duitsland in de wereld er gewoon niet is. Ja, ik ben heel blij dat u dit statement inderdaad maakt. Dat was mijn volgende vraag geweest. U leidt hem fantastisch in. Want ik wilde namelijk ook aan het panel voorleggen, en met name van Robert en Frank wilde ik hier even een antwoord op horen. Wat doet Nederland eigenlijk als land in dit ontwikkeling van deze nieuwe MOOCs? En met name inderdaad de universiteiten en de hogescholen. Weliswaar kunnen zij misschien niet op tegen de Harvards en de MIT's en de Stanfords die de commerciële platformen exploiteren. Maar daar staat tegenover dat wij ijzersterke publieke instellingen hebben die met z'n allen heel sterk zijn en juist uit die samenwerking, hè, meneer verwoordt het net heel prima, daar iets tegenover zouden kunnen zetten. Zeker ook op het gebied van publiek online onderwijs, hè, wat denk ik in Nederland een groot goed is. Zouden jullie daar eens op kunnen reflecteren? En dan misschien Robert ook met name dat in het perspectief van de Open Universiteit plaatsen. Ja, nou ik wou inderdaad breder trekken als je praat. Wat doet Nederland nou op dit terrein? Of wat zou Nederland misschien moeten doen? Wil ik het, zoals ik het ook al in mijn presentatie heb gezegd, wil ik het niet alleen zien als MOOC, maar wil ik het gewoon veel breder trekken en zeggen, en daar ondersteun ik ook gewoon Frans, het delen, het open delen, het open beschikbaar maken van materiaal. Er is heel veel te winnen op dat terrein als we alleen al denken aan basisvakken. Basisvakken die al jarenlang, ik ben van oorsprong wiskundige, ik heb in de tijd in 1978
inleiding differentiaalvergelijking gehad. Laatst moest ik mijn zoon daarmee helpen en ik zag dat ze nog exact hetzelfde doen. Nogal logisch, want daar verandert nooit wat aan. Dus waarom gaat daar iedereen tijdens zijn eigen wiel uitvinden? En waarom wordt dat materiaal dan niet gezamenlijk dus ontwikkeld? Alle remedial teaching basisvakken die basisvakken, gewoon zo te krijgen zouden maar ook zijn. De overgang bachelor, master, hbo-master, wo-master. Dat zijn van die gebieden waar eigenlijk geen concurrentie onderling is. Pak dat nou ook eens aan als terrein om gezamenlijk tot een open aanbod te komen. Ja. Dat zou een stuk efficiëntie bereiken. En dat zou een MOOC kunnen zijn, maar dat hoeft niet per se. Je zegt eigenlijk de statistiek, inleidingsstatistiek die gegeven wordt aan de UvA, die is eigenlijk precies hetzelfde als die inleidingsstatistiek die in Tilburg wordt gegeven. Of kunnen we die nu niet poelen zodat dat open beschikbaar komt? Nou, inleidingsstatistiek weet ik dan niet, want ik weet niet in hoeverre dat dan weer vakafhankelijk is. Wiskundigen krijgen dat weer op een andere manier dan psychologen. Maar als daar op verschillende terreinen gewoon op dezelfde manier... Maar dat bedoel ik wel een beetje, want als je dat zegt, inleiding psychologie kan best gepoeld worden, of ik noem maar een aantal cursussen in het hbo, dan begint elke universiteit te sputteren en zeggen, ja, maar wij doen dat anders, want bij ons hebben we psychologen en sociologen die dat weer net iets anders doen. Frank, kun jij er wat... Kun jij daarop ingaan? Ja, ik kan er zeker op ingaan. Dat is een interessant voorbeeld. Ook als ik terugdenk aan de jaren van de digitale universiteit. Want dit programma loopt heel lang om materiaal te delen. En juist inleidingsstatistiek. Het was ook een voorbeeld waar ik zelf persoonlijk aan hand heb gehad. In 2005, denk ik. Aan de UvA, waar zelfs tussen psycholoog en onderwijskundige. Onze zei, nou, maar wij gaan niet het materiaal van de psycholoog gebruiken. Want de normaal verdeling die wij gebruiken is toch anders dan de normaal verdeling dan de psycholoog. Ja. En het gaat over precies wat is normaalverdeling. Dus we hebben toen zelf ook binnen de digitale universiteit regelmatig onderzoek gedaan van waar ligt dat nou aan? Waarom komt het hergebruik van materiaal niet van de grond? We hebben toen nog een leuke publicatie van gemaakt en dat zijn een aantal criteria ingedeeld toen we met Peter Sloep nog eraan gewerkt. En op een of andere manier lukt het niet om binnen het hoger onderwijs tot hergebruik van materiaal te komen. Wat ik wel interessant aan het MOOC vind, is nu dat materiaal tot een soort cursus geworden is. En dat kan er misschien ook een moment in de tijd zijn. Ik bedoel, in 2005 waren we misschien te rijk en konden we te veel. En nu moeten we, omdat we niet zoveel geld hebben. Maar op het niveau van cursus zie je wel dat mensen opeens hele dingen gaan hergebruiken. Arie de Boom initiatief nemen van onze cursus. Die gebruikt nu ook een Udacity cursus voor start-ups. In zijn eigen cursus die hij aan de universiteit geeft als het gaat om start-ups. En het hergebruik van halve cursussen lijkt opeens wel te werken. Terwijl het hergebruik van losse materialen en losse eenheden... Ja, is nooit echt serieus van de grond gekomen. Ja. Robert is natuurlijk heel actief met Wikiwijs en dat heeft in het hoger onderwijs nog nooit echt heel veel bijdrage opgeleverd. Dus op een of andere manier lukt het niet om het hoger onderwijs te interesseren om tot delen te komen. Ik wil dat eigenlijk even terugkoppelen naar het publiek. Ik zag ook mensen uit de UMC's van het medisch onderwijs. Is die ervaring daar ook dat bepaalde basiscursussen niet met elkaar gedeeld kunnen worden? Ik zie daar een paar handen, zag het net. Medisch onderwijs hebben we onder andere de portal medischonderwijs.nl, waar e-learning content gedeeld wordt. En daar staan inmiddels zo'n 1400 modules, waarvan de helft open toegankelijk is voor iedereen. Maar als je dan naar de statistieken kijkt, dan wordt het merendeel van die modules door de eigen instelling gebruikt en gewoon beschikbaar gesteld. Maar het kruisgebruik valt wel tegen. Dat is, ik schat, iets van 15 tot 20% van het gebruik is van modules die door een ander UMC zijn ontwikkeld. En ja, ik denk dat dat voor een deel, dus het alleen maar het open beschikbaar stellen betekent niet altijd dat het daadwerkelijk gebruikt wordt. Dat zit hem voor een deel in de verschillen tussen de curricula, ook al is er één identiek raamplan. En daarnaast het psychologische principe van het not invented here syndroom. Ja. Dat vind ik gewoon niet goed. Dat laatste zou wel eens heel sterk kunnen zijn. En dat zou juist weer tegen dat idee van, hè, in Nederland kunnen wij als land ook nog iets ontwikkelen, werken. Ik zag daar nog een hand omhoog. Want die kwestie die intrigeert me enorm. Kunt u iets harder spreken? Die kwestie intrigeert me enorm. We stellen MOOCs en OE in elkaars verlengde. En daar is veel voor te zeggen. De uiterlijkheden zijn dezelfde. Maar ook vandaag, wellicht hebben de presentatoren daar wel een idee over. Maar ook vandaag is me niet scherp duidelijk geworden waarin MOOCs anders zijn dan OE. Ik weet dat we in Nederland, eigenlijk zijn wij het land de cultuur voor hergebruik, besparing van kosten enzovoorts. En bij ons werkt het, denk ik, gewoon niet.
Dus die oer-hergebruik niet. Maar nu is er opeens een bedreiging. En een reële bedreiging, denk ik. Ik denk zelfs transformationeel van aard. Maar wat is nu precies het verschil tussen oer en MOOCs? Ergens moet er een tipping point zijn bereikt. Ergens is een graduele toename van het een, heeft een transformatie in het ander tot gevolg. En dat, eigenlijk is dat de reden waarom MOOCs niet vergelijkbaar zijn met oer. Timo, zou je daarop willen reageren? Ja, ik weet niet of ik je vraag helemaal kan beantwoorden, maar volgens mij is het verschil tussen oer en MOOCs. Oer is natuurlijk van oorsprong iets wat docent geproduceerd materiaal is, wat ook door andere docenten hergebruikt kan worden. En de MOOCs zijn gewoon een op studenten gerichte cursus die nu opeens door heel veel mensen gebruikt worden. En ik denk dat dat ook de grote verandering nu inluidt. Het maakt die student niks meer uit of je nou wel of niet je eigen cursus aanbiedt. Hij vindt vanzelf wel een hele goede online. En als hij die gevonden heeft en hij vindt hem beter dan wat jij daar staat te doen, ja, dan ben je hem kwijt. En dat zal misschien in het academisch onderwijs eerder gebeuren dan in het hbo, waar veel meer contextualisering nodig is. Maar ja, we hoorden net al, ook in het academisch onderwijs is een socioloog een ander, wil iets anders dan de psycholoog. Maar ik ken een aantal mensen, ook vanuit mijn werk voor de Khan Academy, ik heb veel met Google gewerkt. Die mensen die volgen gewoon hun statistiekcursussen via de Khan Academy. Ook al zaten ze aan een goede universiteit in Amerika. En ja, dat maakt ze niet uit. Dus ze zijn graag op de campus, maar als ze betere materiaal tot hun beschikking hebben, gaan ze dat gebruiken. En ik denk dat dat nu op Nederlandse universiteiten ook af gaat komen. Je wordt straks gewoon geconfronteerd met groepen studenten die dit gewoon gaan gebruiken. En dan kun je nog zo mooie dingen zelf maken. Als het niet aanslaat, dan verandert er toch een hoop. Ik zit even naar Fred of Robert te kijken vanuit de... Willen jullie nog even op die vraag ingaan? Hij is te moeilijk, de vraag. Nee, hij is niet te moeilijk. De vraag is, waarom zou je überhaupt materiaal delen? Dus het not invented here syndroom is genoemd. Dat weerspreekt dan, waarom pakken ze dan wel cursussen van Udacity? Want dat is toch ook not invented here. Is het omdat het van een Ivy League universiteit komt? Of is het omdat het van een gerenommeerde Amerikaanse universiteit komt? Is alles wat daar vandaan komt dan beter? Het is ook, denk ik, en Timo heeft dat ook al gezegd, het verschil tussen oer en MOOC. Een MOOC is een complete beleving. Het is een cursus met alles erop en eraan. Daar hoef je als docent ook niks meer aan te doen. Je kunt er misschien je eigen examen aan vastmaken. Je kunt er misschien je eigen begeleiding omheen organiseren. Bij oer is veel meer inspanning nodig. Daar zul je de juiste oers bij elkaar moeten zoeken. Daar moet je zelf de context maken. Daar moeten de verschillende bouwblokken maar op elkaar aansluiten. Dan moet je allemaal ook nog eens dan moet je een lijn doorheen zien te maken. Dat is gewoon veel meer werk. En waarom zou je dat werk doen als die oer ook nog eens een keer slecht vindbaar is? Als die oer ook nog eens een keer, als je het gevonden hebt, dan is het heel lastig om erachter te halen. Wat voor kwaliteit heeft het nou? Dan horen we heel vaak geluid terug, ja, dan ga ik het net zo lief meteen zelf maken. Van scratch af aan, dan ben ik net zoveel tijd kwijt. En daar zou ook gewoon, ook vanuit de oerwet, veel meer aan moeten gebeuren. Het beter vindbaar maken van open education resources. Door bijvoorbeeld betere metadatering, door gespecialiseerde zoekmachines. Maar ook veel meer inzicht in kwaliteit ervan. Door bijvoorbeeld veel meer gebruikersreviews. Door dat als het beoordeeld is door communities van gebruikers, dat het vanzelf boven komt drijven. Ik denk dat dat de grote uitdaging is. Dat gebeurt nog veel en veel te weinig, die community vorming eromheen. Fred, je wilde hier nog... Nou, even een korte aanvulling wellicht. In wikiwijs verband hebben we gemerkt dat in de 4 jaar die het gedraaid heeft, dat de moeilijkste factor is die menselijke factor. Wij zijn allemaal niet zo bereid om te veranderen. We vinden het prettiger als je gewoon kan blijven doen wat je al hebt gedaan. Dat is heel logisch. Dus je moet daar iets voor bedenken om die menselijke factor wel te beïnvloeden. En ik moet zeggen, in wikiwijs zijn we op zoek daarnaar. We hebben nog niet echt de heilige graal gevonden. Maar in ieder geval moet je... In het HRM-beleid moet je instrumenten gaan hanteren. Op universiteiten is het nog steeds erg gebruikelijk dat het onderzoek een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van mensen. Het onderwijs is ook steeds belangrijker geworden, maar je zou daarin gewoon apart aandacht moeten besteden aan het feit van laten zien wat je aan kennisdeling hebt gedaan het afgelopen jaar. Waar heb je materialen van anderen gebruikt in plaats van je eigen materiaal? Korea is een mooi voorbeeld waarvan een land
waar ze op nationaal niveau besloten hebben om universiteiten mee te financieren op basis van wat heb je als universiteit in feite gedaan rondom OER? Wat heb je zelf ontwikkeld en wat gebruik je van anderen? En als je dat kan aantonen, krijg je daardoor op dat punt geld. Mm-hmm. Geld helpt. Ja, geld helpt. Dat is een duidelijke stelling. Als geld helpt, wat moet Nederland, de NV Nederland, dan doen? Wat kan een overheid doen? Wat kunnen spelers in Nederland doen om dit verhaal verder te helpen voor Nederland? Wat zouden jullie eigenlijk op dit moment willen vragen aan bijvoorbeeld de Verenigde Nederlandse Universiteiten, de Verenigde Hogescholen, we hebben daar net al een stem van gehoord, maar ook aan de LERU. En we hebben net even een klein stukje perspectief uit de EU gezien. Wat zouden jullie willen vragen aan de NV Nederland ofwel Europa? Frank. Een aantal dingen. Ik weet dat er een LERU-verband ook over wordt gesproken, net als in een OU-verband. Maar wat ik eerst zou willen is gewoon snelheid en wat minder praten. Want, dat wou ik echt nog met Fred meegeven, want ik vind het natuurlijk een heel mooi voorbeeld van een Europees project. Maar in dezelfde tijd dat in Europa gesproken wordt over allerlei mogelijkheden, is Udacity opgericht van niks. Ja. Na meer dan 50 universiteiten gaan er 300 cursussen online gezet. En die flexibiliteit, die agile is, die mis ik gewoon in de Nederlandse samenleving. Om te zeggen, dit is een mooi idee, we springen erop en we proberen het gewoon. Het keer gewoon het durven met elkaar, want we zijn heel goed in LERU nu ook. We gaan een position paper schrijven, want dit is belangrijk. We gaan alle experts bij elkaar schrijven, we gaan een half jaar werken aan een position paper. En dan gaan we bedenken wat er gebeurd is. Nou ja, dan heeft de rest van de wereld ons links en rechts ingehaald. Aan de andere kant, ik heb zelf al bij de lancering van MOOC.uva.nl gezet van, waar liggen dan voor Nederland aansluitingspunten, heb ik op LinkedIn ook gezegd van, nou, studiekeuze 1, 2, 3 is voor mij een portaal waar ik kan zeggen van, hey, dat gaat over waar studenten, onze toekomststudenten, scholieren gaan zoeken naar studentenkeuzes. Laat onze Nederlandse universiteiten en hogescholen daar samen MOOC-achtige cursussen neerzetten die helpen bij hun studiekeuze. Want nu kunnen ze mooi daar gaan kijken van hoe goed een universiteit is of een hogeschool is, maar koppel daar gelijk een MOOC-platform aan waar ze ook gewoon eens in 3-4 weken, net als wij met webklassen gedaan hebben, maar dat op landelijke schaal, gewoon kunnen ervaren wat betekent het als ik bij Avans ga studeren, wat betekent het als ik bij de Hogeschool van Amsterdam ga studeren of als ik in Leiden ga studeren. En om ze daar 3-4 weken uit te proeven en dan heb je een stuk betere studiekeuze. Studenten zitten gelijk op de goede plek, dus je hebt misschien ook minder uitval. Ik denk daar ligt een heel direct plan waar je het concept van maar de MOOCs. Maar dat gaat vooral over studiekeuze, hè? Dus ja, maar je pakt het concept van MOOCs en je koppelt het aan een concrete vraag die we in de Nederlandse samenleving hebben, is gewoon het terugbrengen van uitval. Want dat is gewoon een heel groot probleem met het hoger onderwijs, dat heel veel studenten na het eerste jaar blijken de verkeerde keuze gemaakt te hebben. Ja. En als je daar juist een online MOOC achter omgeeft, dan kan daar een enorme rol en versnelling in brengen om dat terug te dringen. Ja. Krijgt veel de adhesiebetuigingen hier. Ik kijk nog even naar Willem. Willem, wat moet de BV NV Nederland doen om MOOCs verder te brengen? Nou, volgens mij is het belangrijkste wat vanuit ons perspectief als TU Delft is zorgen dat wij de ruimte krijgen. Dus zorgen dat er geen regels qua accreditatie en zulke dingen ons in de weg gaan staan met onze online programma's die wij willen starten. Dus geef ons de ruimte om stappen vooruit te maken. Dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste. En ik moet zeggen dat we hebben vorige week of week ervoor een gesprek gehad. En het lijkt erop dat het ministerie nu ook ons de ruimte wil geven. Dus het gaat langzaamaan de goede beweging op, want het was altijd heel erg gericht en alles was op een paar dingen, studierendementen, zulke dingen gericht, terwijl er veel meer gebeurt in de wereld. Kijk, wij als TU Delft zijn steeds meer internationaal gericht. Dus wij concurreren niet met Nederlandse universiteiten, nee, wij concurreren wereldwijd. Dat is ons speelveld en daarin moeten wij, de BV Nederland moet ons daar niet in beperken, zodat wij ook mee kunnen doen in dat speelveld. Geef ons geld, geef ons ruimte. Het lijkt wel een gebed, maar heeft iemand adviezen voor Nederland? Geld is niet het punt. Het is vooral zorgen dat je ons niet belemmert. Dat geld, dat vinden we wel. Daar zijn genoeg potjes overal te verkrijgen en ook eigen dingen. Maar zorg dat je ons niet belemmert. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Marja, nog een advies. Ja, het sluit hierbij aan. Als je kijkt naar het kunnen toepassen van MOOCs, OER in onderwijs, dan zie ik bijvoorbeeld ook de definitie van contacturen als een probleem. Ik denk daarin, in dat soort opzichten, is het belangrijk als we inderdaad ruimte krijgen.
Oké, dus dat is op het gebied van certificering. Fred, ja, en Timo nog. Sorry, ik geef jullie allemaal dat mijn uitspraak verkeerd wordt gebruikt. Geld helpt is niet bedoeld om meer geld van de overheid te krijgen, maar om het geld anders te besteden. Sterker, we kunnen misschien zelfs met, ook een gevaarlijke uitspraak, misschien zelfs met minder geld toe. Als het geld maar wel wordt gebruikt. Dat moet je niet te hard zeggen. Ja, hè? Nee. Als het geld maar wel wordt gebruikt om een incentive te bieden voor datgene wat voor dit land van belang is. Namelijk niet alleen maar MOOCs introduceren en handhaven, maar de hele open onderwijsbeweging, die veel breder is dan dat, waar we met z'n allen heel veel profijt van kunnen hebben in termen van doelmatigheid, in termen van kwaliteit, in termen van toegankelijkheid. Dat zijn de drie verantwoordelijkheden van de overheid voor onderwijs. Die kan de overheid prima bedienen door deze beweging volop te stimuleren. En dat kan je alleen maar doen door in de regelgeving zeg maar, belemmeringen weg te nemen. Natuurlijk kan online onderwijs en de accreditatie speelt daar een rol in. En ook door toch wel incentives uit te delen waar geld een rol speelt. Ja. Sturingsinstrumenten heeft de overheid in handen. En ik denk dat de overheid, waar een overheid op afstand blijft staan en afwacht wat er gebeurt, gaat het niet helemaal lopen zoals je eigenlijk zou kunnen. En Nederland loopt op dit punt internationaal nog steeds aardig voorop met Wikiwijs. Dat wordt nog steeds als voorbeeld gezien. En ik zou er erg voor zijn dat de overheid zeg maar, dat die positie koestert met misschien nog wat aanvullend instrumentarium, waardoor dat nog beter gaat lopen. Want je kunt er heel veel profijt van hebben als land en als instelling. Oké, Timo, laatste woord over adviezen aan Nederland. Ik weet niet of ik die eer waard ben, maar volgens mij, wat jij zegt Fred, je moet je investeringen focussen. Als je wil innoveren, en dit gaat gewoon steeds harder lopen, omdat het zo'n grote schaal heeft, zul je moeten versnellen. En dat is lastig voor een tak van sport en industrie die nooit echt met bedreigingen is geconfronteerd. Volgens mij zul je fors moeten investeren om hierbij te benen. En als je als Nederland, BV Nederland, serieus bent in een top 5 kenniseconomie van de wereld willen zijn, zul je talent moeten halen naar Nederland. Die haal je niet meer alleen hier uit de 12 provincies, die haal je uit de hele wereld. Ben je straks niet zichtbaar op het wereldwijde online speelveld, dan komt het talent ook niet meer hier naartoe. En ik denk dat over wat langere termijn ook het hele financieringssysteem, zowel qua studiefinanciering als bekostiging, hierdoor geraakt gaat worden. Hoe weet ik niet. Maar als er ergens partijen zijn die op een hele grote schaal tegen hele lage kosten prima onderwijs verzorgen, gaat er een keer een staatssecretaris of minister slim zijn en zeggen, dan kan het met wel wat minder. En als je dan achterop loopt en niet bij de eerste innovators hoort, dan mis je gewoon een stuk voorsprong. Dus meer snelheid, meer geld, meer ruimte, minder regelgeving, minder belemmeringen. Zijn er nog ideeën uit de zaal die ik nog door moet geven aan de minister als ik daar ben? Dus langs loop, daar nog twee reacties. Even op de microfoon wachten. Dan kan iedereen het horen. Nou, misschien nog een leuk innovatief idee vanuit Nederland. Een MOOC educational game voor en door studenten en samen ontwikkelen. En samenwerken aan maatschappelijke problematiek om het alspelende wijze op te lossen. Volgens mij is dat er nog niet. Educational gaming. Er was nog een opmerking. En dan een MOOC ervan. En daar een MOOC van, ja. De laatste opmerking, want ik denk dat we naar een afronding toe moeten. Ja, dat is eigenlijk een vraag die ik al de hele dag in me heb zitten, dus ik ben blij dat ik nog kan stellen. Het gaat over de eenheid van die open educational resources die we gaan maken. Ik kan me voorstellen dat met MOOCs en ook met Learning Analytics en andere technologieën, waarbij studenten steeds meer hun leerprofiel van één platform naar een ander platform kunnen nemen, dat het wel eens zou kunnen zijn dat het niet meer een kwestie is van een curriculum maken, maar alleen maar op cursusniveau en dat de student daar zelf al een curriculum van maakt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het panel vindt van deze ontwikkeling. Of ze dat ook zien, dat er eigenlijk geen curriculuminvestering meer zal of nodig zijn. Of dat de universiteit alsnog verschil maakt door een heel pakket aan te bieden. Ja, zijn geen curricula meer. Er zijn alleen nog cursussen waarvan een curriculum gemaakt kan worden. Frank? Nou, ik kan dat betreft even de universiteit spreken. Voor de UvA. De UvA is natuurlijk meer dan puur het volgen van cursussen. Er is dus een hele sterke link tussen wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs. En die link moet je op een of andere manier wel kunnen intact kunnen houden. Dat is de vraag hoe je dat gaat doen. MOOCs kunnen daar een deel in kennisvergaring een rol in spelen, maar daar is natuurlijk altijd een hele sterke link met de positie die je kennisopbouw doet die gaat volgen in de voorbereiding tot wetenschapper. En dat is wel iets wat nog verder uitgediept moet worden. Dat heb ik vandaag ook voor de rest ook nog heb ik nergens nog gehoord van. Het is natuurlijk aan het wetenschappelijk onderwijs is natuurlijk een hele tak van het voorbereiden om onderzoeker te worden. En dat is iets waar je in MOOCs nog niet zoveel aandacht voor ziet. Want
En ik had natuurlijk de praktische vaardigheden. Als je arts wordt worden, moet je gewoon leren in snijden in mensen. Ik bedoel, dat is iets wat de MOOC niet gaat leveren, ook het mixen van chemicaliën. Maar er zijn nog veel meer andere vaardigheden waar MOOCs nog niet direct een antwoord op hebben, die wel heel sterk gekoppeld zijn aan wat je doet binnen de universiteit. En een ander voorbeeld is van een universiteit is niet alleen volgen van cursussen. En dan praat ik met name over het cohorten 18 tot 25. De universiteit is ook een stukje, toch een beetje het Duitse 19e eeuwse idee van Bildung. Je wordt ook mens gemaakt tijdens je wetenschappelijke studie. En dat is een stuk wat natuurlijk MOOC ook niet voor zijn rekening kan nemen. Dat geldt natuurlijk alleen voor een bepaalde fase in het leven van een student. Maar ik denk in dat deel van het worden van onderzoek, het volgen van onderwijs en een stukje Bildung voor 18 tot 25 jaar, dat daar ligt een stuk samenspel wat de universiteit gewoon uniek maakt. Als laatste, Fred, jij wilde daar nog wat op zeggen. Het is te trappen om nog even te reageren. Een curriculum is een samenhangend geheel van onderwijs. Een som van x MOOCs of x module of x cursussen is dat niet. Dus eigenlijk heeft Frank het allemaal wel duidelijk gezegd. Een universitair programma of een hbo-programma is natuurlijk veel meer dan een som van een aantal cursussen. Dat zal hopelijk zo blijven, anders gaat de kwaliteit echt onder de maat worden. Dus een curriculum is een samenhangend geheel aan onderwijsactiviteiten. Daar gaat het om. En daar zitten MOOCs en cursussen in als componenten, maar het is veel meer dan dat. Goed, de mens is veel meer dan het samenstel van zijn delen. Met deze wijze opmerking denk ik dat we deze middag gaan besluiten. Ik denk niet zonder dat we SURF gaan bedanken en de Universiteit van Utrecht voor het hosten van deze middag en voor de fantastische sprekers die jullie bij elkaar hebben gezocht. U allemaal dank voor het komen. En ik denk dat Hester nog even het laatste woord krijgt. Ja, dat hou ik heel kort. Ik wil namelijk ook, ik ga zo de sprekers bedanken, want zonder deze sprekers was deze middag niet zo inspirerend, zo prikkelend geweest. De oproep is duidelijk. Ik zet het debat heel graag voort. Samen met het Nederlands Hoger Onderwijs en de Special Interest Group Open Educational Resources, die ik ook wil bedanken voor deze middag, want die ook een enorme bijdrage heeft geleverd. Rest me niks anders dan de sprekers te bedanken met een klein presentje en iedereen uit te nodigen om nu nog door te discussiëren tijdens de borrel. En hopelijk de komende weken, maanden, jaren dat te vervolgen. Heel erg bedankt. APPLAUS